Waarom moeten wij deze emotionele martelgang doormaken? Daar wil ik heel graag een antwoord hebben van het OM. Weten jullie wat er gebeurd is die dinsdag vorig jaar? Uiteindelijk hebben wij het sectiereport gekregen. En daaruit bleek dat zij door 3 messteken recht in haar hart om het leven gekomen is. En dat is weer iets wat dan volgens het team wat het onderzocht heeft, zou ze dat zelf gedaan hebben. Dit is te bizar voor woorden om binnen enkele uren te beslissen en tot de conclusie te komen dat hier sprake is van zelfmoord. Er is dus uiteindelijk geconcludeerd door de politie en het Openbaar Ministerie dat het zelfmoord is geweest. Maar dat wordt niet gesteund door onze bevindingen. In Nederland zijn ongeveer 1500 zelfmoorden per jaar. Minder dan 2% maakt erbij gebruik van een mes of een steekwapen. En een hele kleine minderheid daarvan steekt zichzelf in het hart. Dus het is iets wat eigenlijk bijna nooit voorkomt. En het bijzondere hier is ook nog dat bij de sectie bleek dat er 3 messteken waren. Het enige wat we weten is van is door zij 's ochtends om 10 uur, rond 10 uur, onder het bloed gillend het huis is uitgerend richting een kerk. En dat ze daar op het grasveld is overleden. En door haar vriend later bebloed in de deur gestaan heeft en erachteraan aangegaan is. Wat ook bevestigd is door de officier van justitie. Na de dood van Eline is iemand kortstondig als verdachte aangemerkt. Wat weten jullie daarvan? De eerste keer dat wij hoorden toen er een verdachte was, was toen ze de dood aanzichten van Eline. Waar het politiebureau aan zit had. De rechercheur die ons de dood aan zei, die maakte toen een opmerking van: ja, haar vriend zit hier toch vast voor verhoor, misschien wilt u hem spreken. Nou, op dat moment waren wij niet zo spraakzaam. Dat hebben we toen ook gezegd van nee, liever niet op dit moment. Dat was ook het enige wat we wisten, door hij dus als verdachte was opgepakt. De woensdagavond daarop, toen werd medegedeeld dat het forensisch geen moord te bewijzen was, maar de zelfdoding. En werd ook gezegd van haar vriend was vrijgelaten en daarmee was de zaak gesloten. De ouders zijn nog steeds bijzonder geschrokken en geschokt. En zij zoeken daarom ook hulp. We hebben samen met de ouders dus een deskundige ingeschakeld. En zoals gezegd, de Telegraaf werkt er ook aan mee. Het bekende cold case team van de Telegraaf werkt nou samen met mij en met de ouders. Om deze zaak tot een goed einde te brengen. We hebben een aantal gegevens ter beschikking gekregen. Er waren foto's van de sectie. Er was een artikel 10 formulier van de lijkschouwer. Er was een sectierapport. Er was een analyse van de zaak gemaakt door een aantal ex-politiemensen. En daar hebben we naar gekeken. En waar het Openbaar Ministerie eigenlijk van is uitgegaan, is dat het uiteindelijk zelfmoord is geweest in het... Dat was de uitslag van het onderzoek. En onze quickscan, zoals dat heet, heeft opgeleverd dat er wel degelijk aanwijzingen zijn dat er geweld tegen het meisje gebruikt is. Er zijn meer aanwijzingen voor die hypothese dan dat ze zich zelfs van het leven zou hebben beroofd. Had Eline naar de aanloop naar haar dood problemen? Ja, wat wij weten en achteraf ook bevestigd hebben via wat informatie is, dat ze inderdaad problemen had en ook met haar ex-vriend. En dat zie je ook uit het hele sms-verkeer, dat hij
dat het daar ja, wat hommels was. En ook zoals wij hem kenden, en, was hij ook, laten we zeggen, soms wat losse handjes en voetjes. En daar, daar hebben we hem ook op aangesproken. En we hebben ook Eline vaker verteld, ook onze andere dochter, van één keer slaan is altijd slaan. Dat is een jongen die veel op internet zit, heeft ook direct op internet dingen gezet. Hij heeft ook direct die woning ontruimd, spullen weggemaakt. En ja, die houdt vol en die beweert. Daar hebben wij overigens de verklaring tot op heden nog steeds niet van gekregen. Dat dan uit privacyoverwegingen. En die houdt vol dat, Eline psychotisch werd. Dat ze in wezen in een psychotische toestand haarzelf verwond heeft. Dusdanig dat ze uiteindelijk is overleden. Als je alleen een verdachte verhoort en een familielid van hem. En dan hebben we de conclusie getrokken. Is geen onderzoek. Eline is rechteloos gemaakt. En dat is, dat hoort niet. Ook al ben je overleden, dan heb je nog steeds een rechter. En nabestaanden hebben recht op de waarheid. Mm-hmm. En dan kunnen wij misschien verder. Ja. Het verhaal is dat ze met die vriend ruzie heeft gehad. En in ieder geval zijn er na haar overlijden door die vriend allerlei verschillende verhalen verteld over hetgene gebeurd zou zijn. En heel bijzonder was ook dat niet alleen Eline is overleden, dus gewond was, maar ook haar vriend gewond was. En dat zie je toch niet zo vaak bij een zelfmoord. En wij willen graag toch in ieder geval voor Eline, door hier een normaal grondig onderzoek wordt gedaan. En niet een, zoals het nu uitziet, gewoon een, ja, een flutonderzoek. We hebben vanaf het begin af aan nooit geloofd dat Eline zelfmoord gepleegd heeft. En dat is ja, niet alleen nog ons geloof, maar ook van haar broer en haar zuster. Mm-hmm. En ook van haar peetvader. Dit kan gewoon niet. Mm. Dat was ook onmogelijk. Volgende stap zal nu ook zijn dat ik mij wend tot het Openbaar Ministerie in Maastricht. De rapportages die ik nu in mijn bezit heb, zal ik aan hun overhandigen. En ik zal heropening van het strafrechtelijk onderzoek vragen. Ik ben van mening dat deze zaak tot op de bodem uitgezocht dient te worden.